Dit is een inleiding tot QD-beheer van bossen, een vorm van natuurgericht bosbeheer. De inleiding gaat bewust niet diep in op de technische aspecten, maar op het einde van de presentatie vind je wel een verwijzing naar meer technische informatie. Maar voor we over QD beginnen, wil ik eerst jouw algemene parate kennis testen. Hier volgen 4 vragen over het jaar 2015. Een eerste vraag. Wie is de paus in het jaar 2015? Dat is inderdaad paus Franciscus. Vraag 2. Wie is in 2015 de secretaris-generaal van de Verenigde Naties? Dat is Ban Ki-moon. Wie is in 2015 minister bevoegd voor bos- en natuurbeheer in Vlaanderen? Dat is mevrouw Joke Schouwvliegen. Omschrijf het bosbeheer en beleid in Vlaanderen met enkele kernwoorden, acroniemen, afkortingen. Enkele kernwoorden zijn beheervisie openbare bossen, criteria duurzaam bosbeheer, FSC, instandhoudingsdoelstellingen. Zeer goed, dit was geen probleem. Maar we gaan die quiz nog vlug eens opnieuw doen. Ditmaal stellen we vragen over het jaar 1953. Om de gedachten te vestigen, 1953 was het jaar waarin Stalin stierf en de Koude Oorlog uitbrak. Het was ook het jaar van de grote watersnoodramp, vooral in Nederland, maar ook een stuk in Vlaanderen, Groot-Brittannië en Duitsland. Wie was de paus in 1953? Dat was paus Pius XII. Wie was secretaris-generaal van de Verenigde Naties in 1953? Dat was Dag Hammarskjöld. Wie was minister bevoegd voor bos- en natuurbeheer in Vlaanderen? Dat was minister van Landbouw Charles Heger. Omschrijf beknopt het bosbeheer en beleid in Vlaanderen in het jaar 1953. Velen van u zullen beginnen over houtproductie, mijnhout en dergelijke. Ik heb het opgezocht door gebruik te maken van Google en Wikipedia uit 1953 en vond de informatie in een boek. En wat blijkt? Er was toen nog natuur in het landbouwgebied. Vrije tijd werd anders dan nu ingevuld en dus lag de focus van het bosbeheer vooral op het produceren van hout. Maar men zag toen ook al dat de maatschappij aan het veranderen was en men zocht toen ook naar vormen van bosbeheer die aan een wisselvallige markt en aan, ik citeer, de talrijke gevaren die het bos bedreigen, konden weerstaan. 60 jaar duurt lang. Op 60 jaar tijd kan er van alles veranderen. Maar bij het beheer van bomen en bossen stelt 60 jaar niks voor. Hier een voorbeeld van een snelgroeiende pionierboomsoort, berk. Toevallig is berk kaprijp op een leeftijd van ongeveer 60 jaar. Nadien begint de stam snel te verkleuren of rotten. Er zijn maar weinig berken die ouder worden dan 110 jaar. Het is echter nog maar iets van een 20 jaar dat we in het bosbeheer aandacht besteden aan berk. Voordien werd berk vaak bestreden. Dit is dus nog maar iets langer dan de looptijd van één beheerplan geleden. Bij de meeste boomsoorten moet je niet denken in termen van 60 jaar, maar in termen van 100 tot 200 jaar. Laat me dan nog een paar laatste quiz me quick vragen stellen. Hoe zal het bosbeheer en beleid er in 2073 uitzien? Inderdaad, stilte. Er zal dan niet enkel een duidelijk merkbaar effect zijn van de klimaatsverandering, maar er zullen een boel andere veranderingen zijn opgetreden. Maatschappelijk, economisch, geopolitiek, technologisch. Als het niet mogelijk is om het antwoord op deze vraag te geven, kan je dan een antwoord geven op de vraag
Hoe zal het bosbeheer en beleid eruit zien in 2020? Dit alles is een illustratie van het zogenoemde bosbouwparadigma. We moeten denken over lange termijn, omdat het nu eenmaal lang duurt vooraleer beheerdoelstellingen in bossen zijn gerealiseerd en de impact van sommige keuzes en beheeringrepen zich over lange termijn uitspreidt. Maar dingen waarvan we weten dat ze binnen 20 tot 30 jaar zullen gebeuren, leiden niet tot een gedragsverandering nu. We kunnen ons zelfs maar concrete acties voorstellen die maximum 15 jaar in de toekomst liggen. Tegelijk gebeuren maatschappelijke veranderingen steeds sneller. Dus we moeten proberen tijdloze keuzes te maken, die dan nog eens bestand zijn tegen onvoorziene omstandigheden. We zoeken dus keuzes die langer meegaan dan een paar jaar, die langer meegaan dan enkele tientallen jaren, en die zelfs een paar honderd jaar kunnen meegaan. Dit zijn vijf aspecten van bosbeheer die waarschijnlijk het best de tijdloze keuzes benaderen. Kies ervoor om kwaliteitsgoud te produceren. In elke sector geldt dat er voor kwaliteit altijd wel een markt zal zijn. Streef naar ongelijkvormige, ongelijkjarige gemengde bossen, zodat de resilientie van bossen verhoogt. Werk bij voorkeur met inheemse soorten, met andere woorden, gebruik exoten als ze er staan, maar introduceer ze niet bewust. Dit omdat inheemse soorten over de best aangepaste genetische basis beschikken. In wetenschappelijke kringen is hierover wel een discussie aan de gang, maar die heeft tot nu toe nog niet tot doorslaggevende argumenten geleid om bewust te kiezen voor exoten. En tenslotte, minimaliseer je kosten. In elke sector geldt dat wie kwaliteit produceert aan een betaalbare prijs, wint. Met andere woorden, een tijdloze keuze is een beheer dat zichzelf terugbetaalt en de resilientie van het bosecosysteem verhoogt. Dit betekent dat je algemeen best streeft naar een flexibele vorm van natuurgericht bosbeheer. Moest het echt nodig zijn, dan kan je in de toekomst zonder bijkomende investeringen overschakelen naar pure houtproductie, strikt natuurbeheer of productie van energiegoud. De omgekeerde beweging kost veel investeringen en inspanningen. Laat me eerst even dieper ingaan op wat wordt bedoeld met kwaliteitshout. Dit is kwaliteitshout. Een dik recht stamstuk, noestvrij, de jaringen zijn gelijkmatig opgebouwd rondom een gecentreerde kern, en het hout bevat geen verkleuringen, insluitingen en dergelijke. Tenzij die zodanig mooi en zeldzaam zijn, maar dat is een apart verhaal. Kwaliteitshout krijg je niet zomaar vanzelf. Je moet je beheer erop richten. Zonder beheer zijn dit dan waarschijnlijk de twee meest voorkomende stamgebreken die je houtkwaliteit onderuit halen. Takken die al vrij dik geworden zijn en afsterven, laten grote noesten achter. En bomen die onder stress staan omwille van een ongunstige verhouding van de kroon ten aanzien van de rest, kunnen waterlot ontwikkelen. Zo ziet het er binnenin de stam uit. Zitten dergelijke fouten buiten de centrale spil van ongeveer 20 cm diameter, dan krijg je waardeverlies. En wat is nu de QD-methode? Een methode van bosbeheer dat ernaar streeft hout van topkwaliteit te produceren en tegelijk een reeks natuurdoelstellingen realiseert tegen zo laag mogelijke kosten. QD-beheer is een strategie binnen het natuurgericht bosbeheer. En voor alle duidelijkheid, natuurgericht bosbeheer is een vorm van bosbeheer waarin je zoveel mogelijk je beheer voert door het sturen van natuurlijke processen, je beheeringrepen pleksgewijs op het terrein neemt en dus afstapt van schematische beheerplanning, en algemeen het bos gebruikt als hernieuwbare natuurlijke hulpbron om verschillende functies en ecosysteemdiensten te leveren. In essentie laat je in een jonge fase de boompjes dicht op elkaar groeien. Dit leidt tot rechte stammetjes, met onderaan fijne zijtakjes die afsterven en bij sommige soorten vanzelf afvallen. De beste bomen kwalificeren zich om later als toekomstboom te dienen. In een oudere fase zet je de kroon van de beste bomen rondom regelmatig volledig vrij. Dit leidt tot grote kronen,
die veel meer aan fotosynthese kunnen doen dan kleine kronen, waardoor de rechte takvrije stammetjes ook nog eens snel dikke dimensies krijgen. Je doet dit bij een beperkt aantal bomen per hectare. Dit zijn de zogenaamde toekomstbomen. Alles wat niet in de weg staat, laat je vanzelf groeien. Dit leidt tot structuurdiversiteit, een belangrijke basis voor biodiversiteit. Maar doordat je pleksgewijs beslist over beheeringrepen, kan je gemakkelijk beheer van veteraanbomen, open plekken, doodhout en dergelijke integreren. En nogmaals, alles wat niet in de weg staat, laat je vanzelf groeien. Door dit consequent vol te houden, laat je de natuur het werk doen en beperk je de beheerkosten. We leven nu eenmaal in een regio met hoge loonkosten. En dit is het essentieel verschil tussen QD en andere vormen van natuurlijk bosbeheer. Begin op tijd. De periode waarin de kroon zich snel kan uitbreiden en stammen aanzienlijk in diameter kunnen toenemen, is beperkt. En een tweede essentieel verschil. Kies een beperkt aantal toekomstbomen, namelijk het aantal bomen waarvan de kronen, als ze volgroeid zijn, de standplaats bijna volledig zullen overschermen. Het gaat dus om weinig bomen, op goede standplaatsen soms maar een dertigtal. En tenslotte is QD-beheer een overgangsbeheer naar ongelijkjarige, ongelijkvormige bossen. Afhankelijk van de boomsoort duurt die overgang een paar tot veel tientallen jaren. Afhankelijk van de schaduwtolerantie van de boomsoort ontstaat er een eerder stamsgewijze dan wel groepsgewijze menging. Is QD dan een nieuwe methode van bosbeheer? Ja, maar dan wel een methode die technieken uit andere vormen van beheer op een flexibele manier combineert. Ik geef een aantal voorbeelden. Het inzicht dat bomen met grote kruinen stabiel zijn en dik worden, werd gehaald uit het middelhout. Dit is een wijze van beheer waarbij opgaande bomen worden gecombineerd met hakhout. Dit middelhout leidt dan wel tot bomen met dikke stammen, maar die hebben geen hoge kwaliteit. Periodes tijdens de welke boomkruinen veel licht krijgen, wisselen zich af met periodes tijdens de welke ze weinig licht krijgen. Dit leidt tot onregelmatige jaringopbouw, ringscheuren, waterlot en dergelijke. Andere inspiratie voor QD werd gehaald door te kijken naar wat oude bomen in de buurt doen. Dit zijn twee eiken van waarschijnlijk een kleine 200 jaar oud, nabij de Drongenhoedhoeve in Knesselaren. Dit is het type bomen dat we met QD willen krijgen, maar dan met een nog iets grotere kroon. Deze bomen staan op ongeveer 15 meter van elkaar, maar je ziet dat de randtakken van de kroon naar omhoog krullen. We moeten op deze stamplaats onze toekomstbomen dus iets verder uit elkaar kiezen, bijvoorbeeld 18 meter. Tophoogte bedraagt 26 meter. Dit betekent dat we een takvrije stamlengte van ongeveer 1/4 daarvan, dus 6 à 7 meter, kunnen nastreven. En dat we met de dimensionering kunnen beginnen als de bomen ongeveer 12 tot 14 meter hoog zijn. Een andere inspiratiebron is het regelmatig hooghout. Hier volgen enkele foto's van gelijkjarig hooghout van eik, zoals het nog te vinden is in Frankrijk. Niet met de Franse slag dus, maar strikt volgens het boekje, zoals het vanaf 1825 door Bernard Lorenz, de eerste directeur van de bosbouwschool van Nancy, werd gepromoot. Dit is de uitgangssituatie in het domeinbos van Menschkirch in het Franse departement Lorraine. Eikenverjonging is aanwezig en het moederbestand werd al sterk gelegd tot een zeer ijl scherm van overstaanders. Men doet dit op grote oppervlaktes en wordt zo'n 20 tot 30 hectare tegelijk aangepakt. De leeftijd van het moederbestand op de foto is tussen 120 en 150 jaar. Dit leidt dan tot een heel dicht kluwen van jonge boompjes en andere vegetatie. De gele cirkels zijn eikjes die ik op de foto kon herkennen, namelijk 11 op ongeveer 5 vierkante meter. Als je op het terrein staat, vind je er nog veel meer. In dit type beheer worden nu al de eikjes vrijgesteld. En zo ziet het eruit als de gemiddelde leeftijd van de eiken ongeveer 14 jaar is. Moest je een foto nemen in het bestand, dan zie je enkel een donkere massa stammetjes, takken en bladeren. Vandaar een foto van op de weg met enthousiaste toehoorders op de voorgrond. In dit type beheer werden boompjes van mindere kwaliteit eruit gekapt. En vanaf het omslagpunt worden ofwel toekomstbomen aangeduid,
ofwel wordt een selectieve hoogdunning uitgevoerd. Vanaf de leeftijd van ongeveer 80 jaar krijg je dan een eikenbos. De derde inspiratiebron werd gehaald uit ervaringen met grootschalige bebossingen. In Duitsland plant men al 20 jaar niet alles vol, maar gebruikt men klompen. Dit zijn groepjes van 20 tot 40 planten op een onderlinge plantafstand van 1 tot 1,5 meter. Het centrum van de klomp plant je op een afstand van elkaar waarop je de toekomstbomen verwacht, namelijk 12 tot 18 meter, nagelang de bodem. Het Duitse woord klomp werd in de Antwerpse kempen genaturaliseerd als klomp. Zo ziet een klomp er na 20 jaar uit. De randbomen zijn takkig en hebben de stammen van de binnenste bomen beschaduwd en beschermd tegen wild. Maar een paar van de centrale bomen zijn recht gegroeid en de onderste zijtakjes zijn vanzelf afgevallen. En dit is een foto uit 1950 van een aanplanting in Schotland uit 1929. Daar noemde men dat nog geen klompen, maar planting in dense groups spaced at wide intervals. Het idee zou nog ouder zijn en waarschijnlijk in Rusland ontstaan zijn, maar ook al lang geleden in de Ardennen toegepast. Deze inleiding is bewust heel verkennend gehouden. Bekijk je QD technisch, dan zijn er vier fasen. De vestigingsfase, vanaf de kieming tot het moment dat de boompjes boven de vraathoogte van ree en boven concurrerende vegetatie zijn gegroeid. Daarop volgt de kwalificeringsfase. Rond het punt waarop de hoogtegroei aan maximum snelheid verloopt, begint de dimensioneringsfase. Bij een boomsoort als berk duurt die maar ongeveer 25 jaar, bij eik en beuk duurt die een kleine 40 jaar. Na de dimensioneringsfase blijven de bomen staan rijpen. Ze groeien zachtjes verder tot een bepaalde diameter is bereikt, of tot de leeftijd waarop de kans te groot wordt dat de kwaliteit van het hout afneemt. Je kan er dan natuurlijk ook voor kiezen om een aantal van de toekomstbomen te laten staan tot ze vanzelf beginnen af te takelen. Ik toon de belangrijkste fase van de QD-methode opnieuw, maar ditmaal focus ik niet op kwaliteitshout en kostenefficiëntie, maar op natuurwaarden en biodiversiteit. Start je van nul en plant je klompen aan, dan is er tussen elke klomp minstens ongeveer 10 meter waar de aanwezige vegetatie en natuurlijke verjonging van andere boomsoorten vrij spel heeft. Dit leidt tot complexe voedselwebben en complexe structuren. In de jonge fase, de kwalificeringsfase, staan al enkele potentiële toekomstbomen. Als die dreigen overschaduwd te worden door nabije concurrenten, moet je die verwijderen. Maar in deze jonge fase doe je dit nog geleidelijk aan. Onderaan de stammen moet het nog redelijk donker blijven, opdat de zijtakjes niet te sterk uitgroeien en uiteindelijk afsterven. Vaak kan er geringd worden. Dit zorgt voor extra doodhout in het bos. In de zone tussen potentiële toekomstbomen wordt niks gedaan en kan alles zich spontaan ontwikkelen. Dit geeft de aanzet tot structuurdiversiteit. Als je begonnen bent met het vrijstellen van de kroon van de toekomstbomen, in de dimensioneringsfase dus, krijg je een luipaardvlekkenmotief van licht en schaduw op de bosbodem. Dit is ideaal voor heel wat soorten vlinders en andere insecten. Door de keuze van de toekomstbomen bepaal je welke soorten meer kansen krijgen dan andere. Je stuurt dus de menging. In de manier van werken zit het gebruik van vaste uitsteekpistes ingebakken. Daardoor beperk je bodemschade. En je werkt pleksgewijs. Je kan dus op 20 tot 30 meter van een toekomstboom iets anders doen. Een open plek aanleggen, licht maken voor een mierennest, niks doen, of overschakelen naar een ander systeem, zoals hoogdunning. De methode leidt tot een snelle differentiatie in diameterklassen, een van de kenmerken van een goede staat van instandhouding in de meeste bostypes. De foto is van een beukenbestand. Alle bomen zijn ongeveer 45 jaar oud en de toekomstbomen zijn nog maar 2 keer vrijgesteld. Toch zie je al een duidelijk verschil in diameterklassen. En je hoeft je niet te beperken tot toekomstbomen van de courant voorkomende boomsoorten. Dit is bijvoorbeeld een lijsterbes. En dit is een meidoorn. In de rijpingsfase krijg je dan een bos met een aantal dikke oude bomen die je verspreid in de tijd kan oogsten om de overgang naar ongelijkvormige bossen te maken. En je kan uiteraard kiezen om een aantal van die toekomstbomen voor altijd te laten staan. Ten slotte kan je nu al stellen dat de QD-methode al een goede praktische invulling is van het beheer van bossen als complexe adaptieve systemen om komende veranderingen op te vangen.
Meer technische info kan je vinden in enkele rapportjes. Die staan op de website met de publicaties van de Vlaamse overheid en op de website van InVerde. Er is er één algemeen over kwalificeren dimensioneren en er is er één specifiek over QD-beheer van Berk. Er bestaat een LinkedIn-groep waar je vragen kan stellen en over QD kan discussiëren. En er zijn voorbeeldpercelen in aandacht.